In deze korte instructievideo leggen wij u uit hoe u een kredietrapport opvraagt en welke informatie u hierin terugvindt. Het aanvragen van een kredietrapport doet u op www.credon.nl of direct op mijn.credon.nl. We behandelen de volgende onderwerpen. Hoe log ik in op mijn Credon? Hoe vraag ik een kredietrapport aan? En wat is de inhoud van het kredietrapport? Om in te loggen klikt u rechtsboven op de login-button. Daarna klikt u op de button naar mijn Credon. Op het inlogscherm kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen. De gebruikersnaam heeft u per e-mail van ons ontvangen. Bent u uw wachtwoord vergeten, klik dan op de link Wachtwoord vergeten en kies een nieuw wachtwoord. Het aanvragen van een kredietrapport begint bij het zoeken van het juiste bedrijf. U kunt onder het kopje bedrijf zoeken, op trefwoord en plaats zoeken naar het bedrijf van uw keuze. Bij uitgebreid zoeken kunt u zoeken door middel van postcode, huisnummer, telefoonnummer, kamerverkoophandelnummer of het credonnummer. Hier kunt u ook een rapport van een buitenlands bedrijf opvragen. Selecteer hiervoor het gewenste land. In dit voorbeeld gaan we op zoek naar het gratis voorbeeldrapport Hollandse hardhoutbedrijf in Zwolle. In dit geval is er één zoekresultaat. We hebben dus direct het juiste bedrijf gevonden. Klik op de blauwe link om een kredietrapport over dit bedrijf aan te vragen. Het aanvragen verloopt in 2 of 3 stappen. Dat hangt er vanaf welk pakket u heeft gekozen. Bij stap 1 ziet u de inhoud van het rapport van het door u gekozen pakket. Dat betreft hier een professional pakket met alle modules A, B, C, D, E. Bij stap 2 heeft u ook de mogelijkheid om direct het rapport van de moedermaatschappij op te vragen. Deze wordt direct in het archief opgeslagen. Onderaan kunt u nog een referentie voor uw eigen administratie meegeven en rechtsboven kunt u de taal instellen voor het opgevraagde rapport. U heeft de keuze tussen Nederlands en Engels. Klik nu op de button Rapport aanvragen om het rapport daadwerkelijk in te zien. Module A geeft inzicht in de algemene bedrijfsgegevens en is de basis van het rapport. Door op naar algemeen te klikken kunt u de volgende uitgebreide informatie inzien. Officiële bedrijfsgegevens, aandeelhouders, eventuele calamiteiten, eventuele nevenvestigingen, doel en activiteiten van het bedrijf en het aantal medewerkers. In module B vindt u financiële informatie met betrekking tot betaalgedrag en de bedrijfsresultaten. Door op financieel te klikken kunt u de volgende uitgebreide informatie zien. Waardering betaalgedrag. Betaalgedrag analyses. Omzet en resultaat. Overige financiële gegevens. En de eventuele aansprakelijkheidsverklaring. Module C geeft een duidelijk beeld van de relaties, het netwerk en exceptions. Door op naar relaties te klikken kunt u de volgende informatie zien. Netwerk en exceptions, bedrijfsleiding, eigendomsverbindingen, indien aanwezig de aansprakelijkheidsverklaring en de schematische weergave van de bedrijfsverbindingen. Hier kunt u ook versneld een rapport van een gerelateerd bedrijf opvragen. In module D ziet u de kerncijfers en ratio's van de meest recente jaarrekening. Met behulp van de grafieken krijgt u snel en eenvoudig inzicht en kunt u bovendien alle details van de jaarrekening bekijken. Door op naar jaarrekeningen en ratio's te klikken, kunt u deze uitgebreide informatie van de afgelopen 5 jaar zien. In module E vindt u het kredietadvies dat Credon ten aanzien van het opgevraagde bedrijf geeft en het risico op wanbetaling. Dit advies baseren wij op een mix van factoren, zoals omzetcijfers, jaarcijfers, kredietwaardigheid,
betaalgedrag en de algemene bedrijfssituatie. Het kredietadvies bestaat uit een creditvlag, een geadviseerd kredietlimiet en de kans op wanbetaling. Is het bedrijf een eenmanszaak of een vennootschap onder firma, dan worden de gegevens van de eigenaar of vennoten getoond en meegenomen in het advies. De creditvlag geeft aan of het aangaan van een kredietrelatie met het opgevraagde bedrijf verantwoord is. Deze vlag kent 3 kleuren, rood, oranje of groen. Daarbij wordt een geadviseerd kredietlimiet gegeven dat een bedrag aangeeft waarvoor u zaken kan doen. In dit voorbeeld krijgt het bedrijf een oranje vlag. Het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht. Geadviseerd wordt om aangescherpte betalingsvoorwaarden te hanteren. De kans op wanbetaling geeft aan of het opgevraagde bedrijf risico loopt om in de komende 12 maanden insolvent te raken. Dit risico wordt zowel visueel als in een PD-rating weergegeven. Door op het vraagtekentje te klikken, krijgt u hier uitleg over. De PD-rating is een berekening op basis van jaarcijfers, betaalgedrag en demografische kenmerken als omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche. De rating is een combinatie van letters en loopt van AAA, zeer lage kans op wanbetaling, tot D. De onderneming is insolvent. Onder het kopje opties kunt u nog kiezen om het rapport ook als PDF-file te openen. Hier staat alle informatie onder elkaar. Het rapport wordt automatisch opgeslagen in het archief. Hiermee zijn we aan het einde van de instructievideo gekomen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze afdeling Customer Care via 020-5679-501 of stuur een mail naar service@cranon.nl.